Hanna, jij neemt hier vandaag in de laatste wedstrijd bij de juniorvrouw de overwinning mee naar huis. Dat was zeker niet makkelijk om zoiets te lossen. Nee, ze bleef continu in mijn wiel. Dus elke keer dacht ik van oké, ze gaat er overheen of niet, of wel of niet. Dus rustig gewoon mijn tempo erachter blijven houden. En eigenlijk gewoon constant blijven fietsen. Hele mooie overwinning voor jou. Ook in de finale wedstrijd, daar krijg je dubbele punten. Dat is natuurlijk wel een heel groot voordeel nu. Ja, nou, ik stond al eerst in het klassement en ik wilde het wel heel graag zo ook afmaken. En het is gelukt. Dus mijn eerste jaar dat ik echt volop nu ermee bezig ben. En dan nog wel mooi af kunnen sluiten met de Benelux kampioen. Hanna, gefeliciteerd met de dubbele overwinning. Dan gaan we toch even naar Zoe. Zoe, je wordt hier in een rechtstreeks duel afgetroefd door de Nederlandse kampioenen. Ja, dat was wel jammer. Maar ja, ik had het eigenlijk wel zien aankomen. Want ik was begin van de week niet echt helemaal fit. Ik was ook best wel verkouden. Maar ja, je hoopt toch altijd nog wel dat het wel lukt. Maar ja, helaas, Hanna was vandaag echt een stuk sterker. Kun jij als een van de top junior vrouwen in Nederland hier wel vrede mee hebben, Zoe? Of heb je al plannen voor het volgende seizoen? Ik heb zeker plannen voor volgend seizoen. Maar ik ben er wel tevreden mee. Hoe ik me van de week voelde, is dit het meest beste wat ik eruit kan halen. Zoe, gefeliciteerd met jouw tweede plek. En ik zou bijna zeggen, op naar de volgende. Ja, maar dat doe je nog even. Dankjewel.